De studenten geneeskunde in Nederland in 5 instellingen maken samen een voortgangstoets. De resultaten van die voortgangstoets die presenteren wij in een systeem dat heet PROF, waarbij studenten online de vorderingen in hun kennis kunnen bijhouden. In dit project hebben we gekeken hoe studenten dat PROF-systeem daadwerkelijk gebruikt hebben. En we hebben gekeken of dat een verschil is tussen studenten die een voldoende of een goed op die toets halen en studenten die een onvoldoende halen. In deze grafiek zien we dat voor de 3 categorieën studenten met een onvoldoende, voldoende of een goed op de toets, het gedrag anders is voor de lengte van de sessies. En we zien dat voor korte sessies van lengte 1 studenten met een goed daar vaker in zitten en sessies met een lange lengte, meer dan 20 pagina's, daar zitten juist meer onvoldoende studenten. Dus dit zegt dat studenten met een onvoldoende langer in PROF zitten dan studenten met een goed. Doordat wij dus de data uit de voortgangstoets en de data van het gebruik van het PROF-systeem samen hebben kunnen gebruiken, hebben we daar onder andere uitgeleerd dat het gedrag van studenten die een voldoende of een goed halen op de voortgangstoets anders is dan studenten die een onvoldoende halen op die toets. En dat geeft dus inzichten in hoe dat die studenten kunnen benaderen, hoe dat die studenten kunnen trainen. En heeft ook inzicht gebracht dat een aantal handelingen die we eigenlijk al ingezet hadden, inderdaad effect hebben gehad.